Toen Thomas Aquinas hier leefde en zijn navolging van Christus schreef, was de Sint-Michaëlskerk even groot als tegenwoordig. Al is er in 500 jaar wel het een en ander veranderd. In 1719 bouwden de Duitse orgelbouwer Arp Schnitker en zijn twee zonen een voor die tijd ongewoon groot orgel. Met 80 registers en 4 manualen was dit instrument toen het grootste orgel van Nederland. De Amsterdammer Juriaan Westerman vervaardigde de kas met het fraaie beeld en snijwerk. Lucas Lindeboom is de vaste organist van deze grote kerk in Zwolle. In deze uitzending speelt hij werken van de Franse orgelmeester Jean Langlais.